Een natuurgeneeser Roy Ismael heeft een natuurgeneesmiddel ontwikkeld tegen het COVID-19 virus. Hij heeft een brief geschreven aan de infectioloog Steven Vrede en president DC Boutersen waarin hij zijn diensten aanbiedt. Volgens Ismael kunnen COVID-19 geïnfecteerden binnen 7 dagen genezen indien ze dit middel toegediend krijgen. Er zijn reeds 2 COVID-19 besmette personen genezen door dit middel, beweert Ismael. Vanaf de uitbraak bekend was in China, ja, heb ik me daarmee direct bezig gehouden. Ik zeg, vrouw, laten we niet wachten hoor. Laten we direct beginnen om die medicijn te maken. Ik zeg, ik weet min of meer. Ik zeg, ik weet wat ik ga doen. Ik zeg, laten we het opslaan. Ja, maar het opgeslagen. En na de 2 mensen die genezen zijn, zijn er anderen die contact hebben gemaakt met Ismael en nee. Daarover hebben gesproken van één. Nee, niet echt. Ik heb juist mensen benaderd, weet je, met die brief. Ik zeg, kijk, luister, zo brief is smal. Dat geen reactie. Ja. Maar men moest later niet komen vertellen, maar ik heb die en die overgeslagen. Ik heb de eerste lijn gehad ook gebeld van het NCR. En wat was de boodschap? Ik heb hem niet kunnen bereiken, hoor. Ik heb hem 4 keer gebeld. 3 keer was hij niet binnen, 1 keer was hij binnen, hij was in een bespreking. Ik zei tot de persoon die opnam, ik zeg, ik wil daarover praten. Meneer, u wordt straks gebeld, teruggebeld. Blanco. Het irriteert Ismael dat hij niet serieus wordt genomen door de autoriteiten. Hij vindt dat Surinamers meer respect moeten tonen voor elkaar. Die zijn er die nu gemaakt worden. Ja, farmaceutische medicijnen, maar de oorsprong van al die farmaceutische medicijnen komen uit de natuur. Begrijp je? Dus ik weet niet waarom men twijfelt hoor. Uw boodschap is duidelijk. Ja, even. U heeft het op papier. Wat gaat u nu doen? Heeft u het al gestuurd? Aan uw telefoon is het gebeld of heeft u deze brief al gebracht naar het ministerie van Volksgezondheid? Nee, ik heb het dus naar de infectioloog die. Dokter Vrede, dat zei u, ja, maar naar het ministerie van Volksgezondheid? Nee, dat heb ik niet gedaan. No? Wat moet ik doen? Weet u, je belt naar NCCR, je krijgt niets, nul op het orkest, begrijp je? Dus je zit ermee, zeg maar, hey, waarmee is mijn effect te bieden? Ik ga naar jou krijgen, ik ga boem. Je begrijpt. Dat was dus de zelfverzekerde natuurgenezer Roy Ismael, die zegt dat hij een middel heeft ontwikkeld om COVID-19 patiënten te genezen.